Hallo, van Ervenakker, nummer 30, voorjaar. Het voorjaar zit nu wel in de lucht. De knoppen van de meeste bomen zijn goed gebarsten, en sommige bomen denken er nog over, maar ze bedenken zich nog wel. Nu ik dit zit te schrijven, is er nog niet bar veel gezaaid. Niet dat de boeren niet willen, nee, als het aan ons lag, zaiden we de stukken eraf. Maar op de meeste plaatsen is het nog te nat. We wachten voorlopig nog rustig af. Nou, rustig moet je mijn oom hebben. Zijn vrouw zit de hele dag sokken te stoppen omdat hij niets doet dan s'nachts over de zolder ijsberen. <tiek> en af en toe komt hij dan terug in bed met ijskoude voeten. En daarom heeft zijn vrouw nu ook al sokken aangetrokken en straks, als het nog lang duurt, legt ze een kruik in bed. Toch heb je er altijd van die heethoofden tussen zitten die niet kunnen wachten. Die hebben alles al klaar liggen om erop uit te trekken. En op den duur wordt het hen te machtig. Ze zijn nog eens naar het land geweest, hebben al de opborrelende bezwaren weggeredeneerd met dat ene, beter vroeg dan laat. En dan gooien ze de mendeuren open en knorren met hun tractoren over de stille polderweg, want er is natuurlijk nog niet veel te zien in die wijde, nog niet opgedroogde polder. Maar als iemand nu zou denken dat ze hem niet hebben gezien, dan is die vast en zeker geen boer, want in deze dagen van wanhopig wachten is iedere boer een aasgier. Geloof niet in die goedige, zei het wat onrustige oogjes onder die versleten pet. Want hij heeft ze openstaan. Hij heeft het gebrom van de trekker gehoord en als een waakhond spitst hij zijn oren. Blaffen doet hij niet, maar na een ogenblik van sprakeloze verbazing gooit hij het vaak onbenullige merk, werk waar hij mee bezig is, in de hoek en snelt ook naar het land. Als een op hol geslagen paard loopt hij van de ene hoek naar de andere. Kan het nou of kan het niet? En de klei moet al flink aan zijn klompen blijven plakken, wil hij ervan doordrongen worden dat het werkelijk nog niet kan. Zo, en dan is die andere ineens een grote knoeier. En wat daarvan terecht moet komen. Het is altijd dezelfde die opruimen. Die kan niet wachten, maar hij zal er in de vruchten van plukken. Je kunt wel in de modder gaan zaaien. Zijn vrouw krijgt ook een paar vegen uit de pan. En mocht ze toevallig vergeten zijn om zout in de aardappelen te doen, dan is er nog één hoop voor haar. En dat is het weerbericht van half één. Loopt dat ook mis? Dan is het beter voor haar om een wijle in de hoek van het dak te gaan zitten en eraan te denken dat inderdaad Salomo een wijs man was. Al had hij die zaak dan ook van de mannelijke kant bekeken. Maar ondanks al de afkeuringen die hij op die knoeier heeft, gaat hij s middags nog eens kijken naar het land. Om te zien of het toch niet wat beter is opgedroogd. En ondertussen gluurt hij naar die oproerkraaier. En wat ziet hij? De vlegel is waarachtig al aan het zaaien. Zijn neusvleugels strullen zenuwachtig. Hoe is het mogelijk? Het is toch grond in dezelfde polder. En bij hem, het is nog te nat. Hij redeneert niet verder. En een half uur later bromt ook zijn tractor. Over de verweerde snede. Ja, het valt niet best, maar het is al laat. En beter vroeg dan laat. Enzovoort. Zo gaat dat onder ons. Wij boeren, die er zo dikwijls prat op gaan eigen baas te zijn, zijn eenvoudig onszelf niet de baas. Het jachten is weer begonnen. En het zal duren totdat de winter zijn intrede heeft gedaan. En steeds worden er weer nieuwe methoden uitgevonden die het allemaal nog sneller en beter doen dan de oude. En wat blijkt bij dit alles? We schieten er geen bliksem mee op. Want we krijgen het niet eens minder druk. Integendeel, de dagen worden voor ons steeds langer. En oh, wat vinden wij dat fijn, maar ik behoor er niet bij. En u daar zeker ook niet. De enige vrijheid die wij als boeren hebben, is dat we zo lang kunnen, mogen en vooral moeten werken. En is dat niet de vrijheid van een slaaf die bij een zeer goede meester dient en af en toe wel wil vergeten dat zijn meester lees bedrijf hem onherroepelijk bindt? Ik heb figuren ontmoet die werkelijk vrij waren. Rare mensen, zegt men van hen. Waarom zijn ze raar? Omdat ze niet doen als wij: zich niet laten passen in een afgemeten patroon en er zomaar op losleven. Er zijn er niet veel van dat soort. Maar zij die er zijn, hebben gebroken met de gebruikelijke maatstaven van traditie en leven, en hoe we hen ook de huid vol kunnen schelden, zij leven een zeer gelukkig leven. Ja, maar ik toch ook, roept er eentje met een bezweet voorhoofd die vandaag nog zoveel hectare moet zaaien. En al wordt het elf uur vanavond. Klaar zal het worden. Nou, van harte gefeliciteerd dan. Dank u.